Ik ben blij dat jullie er zijn, omdat we leuk nieuws te melden hebben voor Omroep Dommeland. Omroep Dommeland heeft een nieuwe locatie gevonden. Het is duidelijk dat ze bij Kasteel Stapelen gehuisvest waren. En Kasteel Stapelen werd verkocht en dus was de bedoeling dat er een nieuwe huisvesting gezocht moest worden. En die is uiteindelijk gevonden en daar moet verbouwd worden en er moet van alles gedaan worden. Daar gaat de ene zo op verder in. Maar ik vind het fijn om aan te geven dat Omroep Dommeland ook echt... Ja, dat we hier een voorbeeld zijn eigenlijk van het meewerken met elkaar. Omroep Dommeland heeft meegewerkt doordat ze echt gespaard hebben om verbouwingen mogelijk te maken. En wij hebben daarmee kunnen helpen met de verhoging van de subsidie en een renteloze lening. Zodat we het allemaal mogelijk hebben kunnen maken dat er een verbouwing komt. En ik wilde graag aan Inge het woord geven om te vertellen over waar jullie terechtkomen en wat je gaat doen en hoe het eruit gaat zien. Oké, dankjewel Mariska. Ja, wat gaan we doen? Waar gaan we naartoe? Dat is natuurlijk de vraag. Dat kan ik je nu vertellen. Spannend. Ja, trommelroffel. Ja. Nou, we hebben per 16 juli hebben wij een huurovereenkomst getekend met Banenrijen. Met de Banenrijen. Bedrijfscentrum de Banenrijen. Wij komen daar in een pand te zitten met 4 ruimtes. Wat verbouwd gaat worden tot studio, regieruimte, tekst, tv-ruimte, ontvangstruimte en een lobby. Daar zijn alle vrijwilligers nu druk mee bezig om dat te verbouwen. Wij zijn er heel blij mee, want we hebben na een lange zoektocht hebben we eindelijk iets gevonden. En we hebben er samen naar gekeken. Ja, samen op zoek geweest. Samen met Omroep Dommeland gekeken naar de mogelijkheden. Parallelweg Zuid is dat toch? Ja, Parallelweg Zuid, nummer 33. Nadat wij 5 jaar geleden vanwege de verbouwingsplannen van Kloosterhof en Diemde noodgedwongen op zoek moesten gaan naar een nieuwe locatie, moest er nou opnieuw gezocht worden naar een nieuw onderkomen. Hoe lang was hij geleden, Kloosterhof, zei je? Ja, dus nu het 6e jaar dat wij op Stapelen zitten. Dus dat nu het feit dat Kasteel Stapelen dus ook in de verkoop ging, moesten we natuurlijk wederom noodgedwongen op zoek. Nou, na heel lang zoeken en samen kijken met de gemeente, kwam daar eigenlijk niets uit. En toen zijn we zelf op zoek gegaan. Maar we zijn dus hier terechtgekomen en daar zijn we heel blij mee. Want het is gewoon een mooie grote ruimte van bijna 200 vierkante meter. En een grote opnamestudio waar we ook weer live programma's kunnen maken. Zoals we nu al doen met Dommeland Live. Maar daar ook publiek bij kunnen betrekken. Wat natuurlijk leuk is, want dan wordt de omroep opengesteld. En men kan kijken hoe dat het gaat. Men kan erbij zijn bij zo'n live programma. Maar dat niet alleen. Omdat het natuurlijk faciliteiten komen waar we ook mee kunnen samenwerken met andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan een groot greenscreen wat er komt en waar andere partijen zeg maar ook gebruik van zouden kunnen maken. Waar dan wij ook weer een stukje financiën uit kunnen halen natuurlijk. Maar wel belangrijk, want het is natuurlijk ook voor de toekomst van Omroep Dommeland erg belangrijk dat we daar naar kijken. We werken natuurlijk toekomstgericht en deze locatie is ook wat toekomstbestendig. Het is ook een taak die we hebben. Hè. We moeten een lokale omroep financieren. En wij zijn blij dat we met Omroep Dommeland een organisatie hebben die natuurlijk ook beeldmateriaal uitzendt. We hebben net nog eventjes naar prachtige opnamen van Boksel Natuurlijk gekeken. Dat zijn echt schitterende filmpjes. Een promotie van Boksel is echt heel mooi. Dus dat zijn belangrijke dingen. Dus we zijn blij dat Omroep Dommeland dat zo doet. Ja, en wij doen dat met een grote groep vrijwilligers. En die zich echt enorm inzetten om te professionaliseren en om dit soort programma's te maken en mee te bedenken. Vergeet dat ook niet. En als wij dat op deze manier kunnen laten zien, dan deel je dat ook met de gemeenschap. Je betrekt de mensen daarbij. Mensen ook die bijvoorbeeld slechter been zijn of eigenlijk geen laptop hebben of telefoon waar de meeste jeugd op kijkt. Dat soort mensen faciliteren wij dan door middel van gewoon tv-uitzendingen. En betrekken wij ook door die mooie natuur te laten zien. Dus dat is wel een mooi ding, vinden wij. En wij willen natuurlijk ook wel zorgen dat er steeds meer jongeren en van jonge
verjongeren, zeg maar. Ja. Zeg ik dat goed? Verjongeren? Verjongeren. Ja, vind ik wel mooie term. Heb je een idee hoe groot jullie bereik is? Ja, we hebben in ieder geval bereik, dat is waar wij toe dienen, zeg maar. Dat is dus onze gemeenschap, de kernen, de drie, maar worden er dus nu vier. Maar dan zenden wij, is ons bereik van best tot en met os. Dus ja, maar ik bedoel, hoeveel mensen er kijken? Nou, iedereen kan het zien. Dat is één ding. Want we hebben de Media Hub. Wel belangrijk om even te melden dat wij in heel de wereld overal te zien zijn door middel van de app en de streaming. Dus iedereen kan ons zien. Het bereik wat je hebt is vrij lastig. Dan zouden wij in de huiskamers moeten kijken. We hebben geen kijkcijfers. Nee, dat kan je niet, want dat is namelijk heel kostbaar. We hebben dat één keer via de gemeente opgevraagd, maar dat was echt, ja, dat is niet te betalen. Dan ga je echt heel ver. En dat vinden wij dan leuk om te weten. He, dat is leuk dat adverteerders dat weten of dat soort mensen. Maar ja, het is vrij kostbaar. En in Medialand Hilversum, zeg maar, daar gebeurt dat dagelijks. Maar dat is voor een omroep niet te betalen. En voor de gemeente is dat niet interessant om dat constant maar goed, te zoeken. Het is natuurlijk leuk om te weten, maar ook belangrijk volgens mij om te weten, ja, of je dit programma is die je mag, dat ook iemand naar kijkt. Ja, dat is de reden waarom we de Media Hub ook betaald hebben. Ja, dat is een apart subsidie geweest om de Media Hub in te kunnen stellen, zodat het overal uitgezonden kan worden. Ja. En daar maken we natuurlijk ook een stukje reclame, zal ik maar zeggen, voor dat mensen ook kijken. Maar we gebruiken daar ook voor social media. En merken dan wel dat heel veel mensen kijken natuurlijk. En dat zie je aan de likes, dat zie je aan op de streaming kun je natuurlijk wel kijken. Zie je echt wel duizenden mensen in Boxel die toch wel op de streaming nog kijken. Je kunt natuurlijk op de website wel kijken hoe vaak dat er... En daar zijn toch echt wel duizenden mensen. Maar als je het hebt echt op... Wie kijkt er op beeld, hè, op de televisie, dat is vrij lastig. Ja, ja, ja. Maar ik kan wel zeggen dat er duizenden mensen naar zo'n Boxel natuurlijk kijken. Ja, ja. Echt... En ook naar Dommeland Live en het DBC Nieuws. En ja, we hebben verschillende programma's. Nou ja, goed, het filmpje wat Hans gemaakt heeft met Peter van der Wielen en toen, dat wou ik zeggen. Dat kun je inderdaad zien. Ja, zo kun je het zien. En dan kun je het wel zien, ja. Maar als je het hebt echt over de televisie, zeg maar, dan is dat vrij lastig. Maar wij weten in ieder geval wel dat goed bekeken wordt. Op welk kanaal. Nou ja, dat is ook niet onbelangrijk, toch? Nee, zeker. Dat is voor ons ook belangrijk. Ja, ja. Absoluut belangrijk, en daar kijken we ook echt wel naar, hoor. Ja. Want als iets niet bekeken wordt, ja, dan kan je er heel veel tijd in stoppen, maar... Of je moet veranderen. Ja, of je moet het dan veranderen. En wij willen ook graag, wij vinden het ook al prettig dat we informatie krijgen van mensen die het zien, die reacties geven, en daar doen we ook iets mee als ze daar kritiek op hebben, of juist alleen maar een dikke pluim, dan is maar dat je ziet met die internationalisering van de wereld, dat het steeds belangrijker wordt dat mensen lokaal en dichtbij het nieuws gaan ze juist opwaarderen, hè? Dat is wel dat is bijzonder om te zien, dat het als tegenhanger van de internationalisering wel plaatsvindt. En wanneer gaat het open? Wij streven ernaar om op 15 september de deuren te openen en om daar uit te zenden. Het hangt een beetje af van hoe snel het signaal verlegd kan worden van A naar B. Daar zijn we van afhankelijk. Het is wel vlak bij elkaar. Ja, het is wel vlak bij elkaar. Maar je kunt geen kabel trekken van huppakee, zend daar maar uit. Dat moet natuurlijk verlegd worden. En daar zijn we van afhankelijk. We hebben in ieder geval een huurcontract bij Stapelen tot en met 31 oktober officieel. Maar ons is wel gevraagd om mee te werken aan een eerder vertrek. Omdat Stapelen op 1 september eigenlijk opgeleverd gaat worden. Nou, dat is voor ons een beetje te kort. We hebben wel aangegeven dat we echt streven 15 september. En dan moeten we echt alle zeilen bijzetten om dat te organiseren. Ja. En de baanderij, dat is toch een soort bedrijfsverzamelgebouw, hè? Het is een bedrijventerrein, ja. Bedrijvencentrum heet het eigenlijk. Volgens mij zit er wel Lodewijkse op. Ja, Lidie van Isaac zit of daar. Lidia. Ja, de fotovakschool. Ja, klopt. En de muziekschool heeft er ook nog een hele tijd gezeten. Okay. Jaren geleden, maar die heeft daar ook gezeten. Ja. Dus en er prettig ook dat daar genoeg parkeergelegenheid is. Maar de programmering of zo, dat blijft voorlopig zoals het is? De programmering blijft voorlopig zoals het is, maar wij zijn wel al drukdoende om weer nieuwe programma's te bedenken met vrijwilligers. Want wat gebeurt, je gaat van de ene naar de andere locatie, je krijgt iets heel nieuws. Mensen worden daar ook weer enthousiast van. He, die al enthousiast zijn, die worden nog enthousiaster. En die zijn nu al aan het bedenken van, dan kunnen we misschien dit programma, kunnen we dat. Dat brengt dat ook met zich mee, hè? Een stukje enthousiasme natuurlijk. En we willen er iets heel moois van maken, gewoon dat het gewoon werk op een werkplek is waar je fijn werkt en waar je fijn samen kunt komen. En we willen ook gewoon
bijvoorbeeld een openstelling doen op een zaterdag of wanneer dan ook, dat mensen kunnen komen kijken. Maar we willen wel ook een opening doen. Voor het wordt een feestje. Ja, we willen er wel iets leuks van maken. Hoeveel vrijwilligers werken er mee? Wij zitten nu ongeveer 35 vrijwilligers. Dat mogen er meer worden. En dat mogen er zeker meer worden. Ja, dat vaak je gehoord. Heel vaak vast. Wat wij prettig vinden is ook om te bieden dat wij een stukje... We hebben nu personen die opgeleid zijn, medewerkers die opgeleid zijn door het NLPO voor basisjournalistiek. En wat erg belangrijk is natuurlijk voor ons ook als we gaan filmen, dat de journalistiek goed in elkaar steekt. Dus en die medewerkers die daarvoor gecertificeerd zijn nu, die mogen dus alle vrijwilligers die bij de omroep werken, mogen die ook certificeren door middel van een basisopleiding journalistiek. Nou, daarmee willen wij ook weer jonge mensen trekken, of oudere mensen, maakt niet uit, maar we willen ook graag dat de omroep wat verjongt. En willen hun daarom ook iets bieden, dus dit willen we bieden. En buiten dat willen wij ook gewoon editing kunnen bieden en camera skills, dat soort dingen allemaal. Dus wij zijn echt op zoek naar vrijwilligers, dus mochten mensen... Ja. In de krant lezen of mochten mensen kijken, dan meld je aan via info@omroepdommeland.nl of kijk even op de website en bel gewoon eventjes als je vrijwilliger wilt worden bij ons als redactie of als journalistiek persoon of een stukje editing of camera doen. Gaan jullie er qua ruimte enorm op vooruit? Ja, absoluut. Ik dacht net aan 200 vierkante meter, wat was het? Ja. Als je alleen kijkt naar de studio, dus de opnamestudio, waar we jullie vast allemaal wel eens een kijkje in hebben genomen, dan was die 36 vierkante meter en die wordt nu om en nabij 85 vierkante meter. Ja. En dan hebben we dat is de studio. En dan de regie, die wordt ook een stuk groter, maar dat is erg belangrijk, want daar gebeurt het eigenlijk. Hè. Dat is het hart van de omroep, de uitzend gebeuren. Dus daar wordt heel veel in gefaciliteerd, zodat men gewoon daar in prettige werksfeer kan uitzenden. En die vier ruimtes, die blijven ook... Een stukje ontvangst, dus voor mensen die bij de live programma's komen of mensen die op afspraak iets komen doen, daar gaan we dan zitten. Er zit ook een klein keukentje bij. En dan hebben we nog een aparte ruimte voor tekst-tv en daar wordt ook een stukje visagie weggezet. Dus Petrine, die bij ons de visagie doet, Dommeland Live, die hoeft niet meer in de keuken, heel krap. Waar iedereen langskomt om koffie te halen. Nee, dat is dan verleden tijd. Niet met de haar ongeveer in de grote steen, maar gewoon. Maar dat zijn ook fijne dingen, want ja, voor de mensen natuurlijk prettiger om te werken. Ja. En dat met deze locatie kan je dat gewoon beter voorzien. Ja. En dan de opnamestudio en de vierde ruimte is de? Dat is de lobby. Dus lobby? Lobby, keuken, tekst, tv. Ja, vijf ruimtes zijn eigenlijk, hè. Want je hebt de binnenkomst, zeg maar, lobby, daar kan je je jas kwijt en dan kun je gewoon even zitten om even rustig met elkaar te praten. Dan kom je in de ontvangstruimte en dan ga je naar een stukje tekst-tv en dan kun je naar de regie en dan heb je de opnamestudio. Ja. Dus, maar die lobby heb ik niet echt als ruimte mee. Nee, precies. Ja. Valt onder ontvangst. Ja, precies. Mag ik een vraag stellen nu? Welke leuke of bijzondere... herinnering hebt u nu aan die samenwerking die er nu is met Omroep Dommeland? Nou, ik vind het altijd plezierig om met Inge ook te praten over de plannen die ze hebben. Ik vind het erg inventief en er wordt ook meegedacht, dat is fijn. Er wordt niet alleen vanuit de positie van Omroep Dommeland gedacht, maar er wordt ook gedacht vanuit hoe de gemeente staat ten opzichte van bepaalde instituties of organisaties. Als ik even kijk, het was natuurlijk veel leuker geweest voor Omroep Dommeland als wij alles hadden kunnen subsidiëren. Maar we kunnen gewoon ook goed met elkaar bepraten dat dat niet kan. En dan is er ook begrip. En dan is er ook begrip voor het feit dat we ook met andere organisaties te doen hebben. Dus ik vind het begrip over en weer voor de positie, want ik probeer zelf ook begrip te hebben voor Omroep Dommeland, want ik vind het een belangrijke organisatie. Om te kijken hoe we er samen zo goed mogelijk uit kunnen zijn. Dus dat zijn de... En de inventiviteit waarmee ook naar nieuwe programma's wordt gekeken. Dus daar, ik vind het een plezierige samenwerking. Mag ik u ook even een vraag stellen? Oh, zeg maar jij, Johan. We krijgen nu een ruimere ruimte bij Omroep Dommeland.
iets zei u er al iets over van wat met publiek, hoe ziet u dat dan met publiek uitzending maken? Bijvoorbeeld bij Dommeland Live, dat zou daar een heel mooie geschikte uitzending voor kunnen zijn. Vaak komen er al heel veel mensen mee, met mensen die in het programma zelf zitten. En die zaten voorheen op een bank, dat weet je nog wel, met de tafel ervoor. Dat is een beetje huiselijk, dat willen we wel een beetje houden, het huiselijke, maar daar worden ook weer dingen veranderd. En die mensen die meekomen, plus andere mensen die geïnteresseerd zijn om het programma bij te wonen, die kunnen bij het programma aanwezig zijn. Dus die zitten dan letterlijk in de studio. En ja, net als bij Jinek bijvoorbeeld of bij andere praatprogramma's zie je die dan een beetje als decor. Ja, klinkt een beetje oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Maar die kunnen het bijwonen en kunnen dan desnoods, dat moeten we kijken hoe het allemaal gaat lopen, maar kunnen misschien ook wel eens een keer iets vertellen of een vraag stellen. Dus ja, daarmee willen we ook weer de burgers, zeg maar, van onze kernen erbij betrekken. Dus dat is voor ons heel belangrijk, een stukje, ook een stukje samenwerking is dat, maar ook een stukje betrekken van mensen bij wat wij doen. En dat is toch een beetje toekomst deels voor ons. Uit het publiek weet ik dat men een klein zorgpuntje heeft. En mag ik dat even ook aan u voorleggen? Ja hoor. We zaten met stapelen, zaten we vrij ver van, redelijk ver van het spoor nog. Ja. We hebben geen last. Nu komen we veel dichter bij het spoor te zitten. Gaat u daar wat mee doen? We hebben het getest. En ja, we hebben het zodanig, wordt het verbouwd dat het niet hoorbaar is. En nu zelfs zonder het muurtje waar ze nu mee bezig zijn, hoor je al niks als alles dicht is. Dus. Het is er redelijk verder vanaf, toch? Ja. Of niet? De baan rijden dichterbij. Ja, het is iets dichterbij. Maar we hebben het. We zijn er afgelopen weken natuurlijk verschillende keren geweest. Maar er zijn mensen die mij vragen, vandaar dat ik... Ja, maar heel goed dat ze dat vragen, want dat is wel belangrijk. En wij hebben daar wel rekening mee gehouden. Ja. Dat was eigenlijk onze eerste zorg. Dus ja, goede vraag. Ja, de laatste vraag die wil ik u nog stellen dan. Oh. Wat zijn, want ik heb het even voorbereid, want ja, er zijn toch mensen die ernaar vragen. Wat zijn belangrijke punten voor de toekomst in de samenwerking? Met elementen die ik net al genoemd heb, we moeten gewoon zo doorgaan. Omroep Dommeland gaat door met de dingen waar zij mee bezig zijn en ook met nieuwe initiatieven. En wij zijn blij dat wij op deze manier kunnen ondersteunen, maar het gaat echt in het kader van meewerken met elkaar. Want meewerkend Boksel is niet alleen de gemeente, het zijn ook de organisaties in de gemeenschap in Boksel. En op deze manier samenwerken is gewoon plezierig, dus ik wil daar eigenlijk gewoon mee doorgaan op deze wijze. Dank je wel. Ik kijk even naar jullie. Hebben jullie nog vragen? Nee? Dank je wel dan.